andere nieuwe politieke partij die zal deelnemen aan de verkiezingen van 25 mei 2020 is 21 SU. En 21 SU heeft zich zaterdag begeven naar het Centraal Hoofdstembureau voor registratie aan de verkiezingen van 25 mei 2020. Na de registratie stond 21 SU ook de pers te woord. We voeren nu naar dit verslag vanuit KKF, waar de registraties hebben plaatsgevonden van de politieke partijen die zullen deelnemen aan de verkiezingen. Welkom 21 SU voor de registratie van uw politieke partij. Mag ik de aanbieders vragen om gelijk naar de tafel van CHS te gaan? Dankjewel, mensen. Ik krijg van het CAS een document waarin vaststaat de documenten die u heeft aangeboden aan het CAS vandaag. Okay. En op grond van die documenten gaan we dan een beslissing nemen. Oké? Dank u wel. Alsjeblieft. We kijken uit naar de beslissing en komen terug met de registratie. 21 SU staat voor Suriname in de 21ste eeuw. Waarom zou men moeten stemmen op deze punt? Nou, omdat we hebben ons punt gemaakt. We gaan voor armoedebestrijding, we gaan voor een goed bestuur, want het gaat niet goed, een algemeen bestuur. En we gaan voor fraudebestrijding. We zien dat het niet goed gaat, dus we hebben besloten voor iets nieuws. En wat we voor iets nieuws willen gaan en geen oude politiek meer willen. En wat concrete zaken gaat, concrete dingen gaat in het zullen om dat die doelen te bereiken. We gaan bijvoorbeeld een loonsheffingkorting aandoen, waarbij dus de werkgever de arbeiders 300 tot 400 SAD terug zal moeten geven per direct. Het wordt dan niet overgedragen. We gaan EBS en SWM met 30% omlaag brengen. Pardon? De bedragen die men als het ware hanteert voor de klant. De klant die dus elke maand haar plicht voldoet om dus haar stroomrekening of waterrekeningen te betalen. We hebben een bepaalde grens van mensen die dus de armoedegrens, laat maar dat zeggen. En tot een bepaalde hoogte hebben we bepaald dat die mensen onder die grens dan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, een bedrag dat ze kan helpen, dat ze dus hun verplichtingen kunnen voldoen. Bijvoorbeeld de waterrekeningen, stroomrekeningen enzovoorts kunnen betalen. Dat is één van ze. Ja, minimumloon moeten we optrekken. Dat moet sowieso om de armoede te doorbreken. En de AOV'ers, de pensioengerechtigden, het kan toch absoluut niet dat we in zo'n moeilijke tijd, dat deze mensen die zo hard hebben gewerkt voor dit land, pinaren, het kan niet. Dus we moeten per direct de armoede bestrijden. Heb ik goed begrepen dat jullie geen waarborgzaam hebben betaald? En er is nog een stuk dat ontbreekt. Ja. Ja, er ontbreekt nog een stuk, maar dat maken we straks in orde. En de waarborgsom hebben we niet betaald. Oh, we hebben het aangegeven dat het geen juridische grondslag heeft, dat we moeten betalen, dus we gaan daarvan uit. Okay. En we vechten het aan. Deze coalitie herstel worden aangekondigd. We vechten het aan. We vechten het aan. We weten waarmee we bezig zijn. En we doen geen dingen waarvan we niet weten wat de gevolgen kunnen zijn. We zijn rechtmatig bezig. Dus jullie gaan alleen de inschrijvingsbewijs achterhouden? Jawel. 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 Dus dat gaan we dus nu proberen te regelen. En we gaan dus juridisch dat van de waarborgsom dus aanvechten, omdat we vinden van het is niet rechtsgeldig. Het is iets dat opgeworpen is om als het ware de kleine partijen
of de partijen die dus niet bij macht zijn om dat geld op tafel te zetten, om die partijen uit te sluiten. Het is een strategie van de zittende regering om de mensen die dus ook wat willen doen aan verbetering van het lot van de Surinamers, om die mensen de kans te geven dat te doen. En dat wordt uitgesloten door dit bedrag waarborgsom. Maar hoe rechtsgeldig is toen politieke organisatie? Ik heb begrepen dat u nog paparazzi aan het zoeken bent, waaronder ook een verklaring van de president. Nou, we zijn bezig nu met, we moeten nog één stuk inleveren en dat gaan we dus niet gelijk halen. En zodra dat gedaan is, komen we dan terug en dan horen we van het Centraal Hoofdstembureau hoe verder. Maar we staan achter ons standpunt van onze waarborgsom, dat we dus dat juridisch gaan aanvechten. Hoe zit het met jullie kandidaatstelling en in hoeveel districten zullen jullie deelnemen? We hebben Nikeri, Saramaka, Paramaribo, Komowijne, Wanica. Daar gaan we voor. De kandidaten, die heeft u allemaal in beeld? Nog niet. Dat brengen we nog niet in beeld, maar binnenkort wel. Maar de waarborgsom, wil u dat niet betalen of kan u dat niet betalen? Dat hebben we niet gezegd, dat we het niet kunnen betalen. We willen het niet betalen. U wil het. Daarom zeg ik u, het heeft een juridische grondslag, dat we niet hoeven. Maar u zou dat wel kunnen betalen? Als het betaald moet worden, dan wel. Maar dan juridisch moet het goed zijn. En om even mee te geven, dat weten jullie dat ook, dat Pro een zaak in aanhanging heeft. Er is nog geen vonnis daarvoor en dat is dus een van de redenen dat wij ook vinden dat wij niet gaan betalen. Als het moet, dan zullen we dat doen, maar voor verlopen is er geen juridisch grondslag, dus wij gaan het niet betalen.